Hi, ik ben Taurij van fijnproeven.com. Welkom op mijn kanaal. Voel je vrij om je te abonneren op mijn kanaal. Zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste filmpjes. En vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf je kibbeling kan maken. Ik ga zo meteen de restjes van mijn kabeljauwfilet gebruiken voor de kibbeling. Ik ga een currysausje maken. 1 deel kwark, 1 deel frietsaus of mayonaise en een klein beetje currypoeder. Dat gaan we dan gewoon mixen. En dit is mijn currysausje. Kibbeling werd oorspronkelijk gemaakt van de restjes van het hoofd. En dat waren vaak de wangetjes van de kabeljauw. Wat overigens een echte delicatesse is. Want de wangetjes van de vis heeft een iets malsere en een beetje vettige smaak. Dus dat wordt ook echt gezien in heel veel landen als een delicatesse. Maar ja, de vraag van kibbeling is zo groot dat het niet meer te doen is om van de wangetjes kibbeling te maken. Tegenwoordig wordt het dus van goedkopere stukjes vis kibbeling gemaakt. Alles staat klaar om beslag te maken. En ik begin met het bloem. De verhouding bloem en vloeistof is 1:1, zoals je ziet. En ik haal het bloem meteen door het zeef, zodat je geen klontjes hebt. En een halve theelepel bakpoeder. Dit is ook het moment om je de droge kruiden toe te voegen. Het geeft extra smaak aan het beslag. Ik heb gedroogde basilicum gekozen. Je kan ook iets van viskruiden of zo erheen doen. Dat is ook super lekker. Nu ga ik de droge ingrediënten ga ik even mixen. En nu is het een kwestie van rustig het water toevoegen. En ik heb water met prik gekozen. Dat zorgt voor een luchtiger beslag. En dan is het beslag eigenlijk klaar om gebruikt te worden. De olie is 180 graden. En nu is het tijd om de kibbelingetjes te gaan bakken. Ik pak de stukjes vis. Eerst door het bloem heen. Dan door het beslag heen. En dan mag die erin. Dat is 1. En zo gaan we dat met de rest ook doen. De eerste kibbelingetjes zijn klaar. Ga ik wel even uit laten lekken. Kijk, dit zijn die kibbelingetjes. En ik ga hem proeven met mijn currysausje. Je hoort het al, hij is mooi knapperig. Het beslag is heel luchtig. En met die currysausje, heerlijk. Bedankt voor het kijken. En voel je vrij om je te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer.